door te veel te moeten geven, te veel te moeten ontvangen. Dat staat in groot contrast met wat ik via mild ouderschap probeer te stimuleren, namelijk dat liefde onvoorwaardelijk is. Velen onder ons moesten aan verwachtingen voldoen, waardoor we leerden om onze eigen behoeften te negeren en onze eigen emoties vooral niet te voelen. Dat gebrek aan onvoorwaardelijke liefde is bij veel mensen een heel diepe kwetsuur, een heel grote blauwe plek die ze hun hele leven met zich meedragen. Voor hen is de wereld geen veilige plek om zichzelf te tonen, want in hun ervaring word je op de een of andere manier gestraft als je laat zien welke behoeften of emoties je hebt. Dan zal je liefde onthouden worden. Is dit herkenbaar voor jou? Dan is het lezen of beluisteren van dit boek vast erg confronterend geweest. Ik zal er geen doekjes om winden. De weg om weer verbinding te maken met wie je echt bent, zal lang zijn. Maar ook jij zult er komen. Met babystapjes leer je om te zeggen wat je voelt en wat je nodig hebt. Dat mag, dat is oké. En door die kleine stapjes leer je dat de wereld echt niet zo'n onveilige plaats is. Het zal je tijd kosten en het vraagt kwetsbaarheid, maar je zult merken dat je die liefde echt mag krijgen. Ook als je toont wat je voelt en wat je nodig hebt. Milde mantra's die je hierbij kunnen helpen? Ik mag vragen wat ik nodig heb en de ander mag daarop nee zeggen. En vooral, ik houd van mezelf. Tot slot, zelfzorg is het begin van alles. We zijn er, aan het einde van dit boek, niet aan het einde van jouw proces. Dat is nog maar net begonnen, of misschien heeft het een extra duw gekregen door dit boek te lezen of te horen. Laagje per laagje. Je bent een ui, geen aardappel, weet je nog?